ernstige ziekte op 67-jarige leeftijd. Hij was een zoon van revue- en musicalproducent René Sleeswijk. Om verwarring te voorkomen nam hij de artiestennaam René van Voren aan. Zijn professionele leven stond geheel in het teken van de lach. Begonnen als conferencier werd hij later revueartiest, medewerker in het cabaret van Tom Manders en tenslotte vaste partner van Piet Bambergen. Eerst als een van de twee Mounties en later als kluchtspeler. Bijna altijd was hij de aangever, de man die de voorzet gaf waarop Piet Bambergen kon scoren. Zo was de rolverdeling. Dat hij vooral ook achter de schermen als grappenschrijver een grote rol speelde, is bij het grote publiek minder bekend. Die laatste rol is nu ook uitgespeeld. René van Voren bestaat alleen nog in de herinnering van honderdduizenden kijkers en schouwburggangers. Die herinnering wil de Tros graag levend houden. Vandaar dat u direct kunt kijken naar een herhaling van de eerste klucht die René van Voren en Piet Bambergen tussen 1981 en 1983 speelden. Dikke vrienden.